een product vormgeven. Met welke beeldaspecten krijg je te maken bij het vormgeven? Je hebt bijvoorbeeld kleur. Ook zal ik denken aan vorm, weer rondjes, vierkantjes. Ook nog ruimte, dus hoe groot of hoe klein. Of compositie, dus waar wat staat in een foto bijvoorbeeld. Wat is typografie? Ja, typografie is eigenlijk alles wat te maken heeft met lettertypes. Bijvoorbeeld ruimtes, welke soort lettertype je kiest. Laat je de witregels tussen, hoeveel afstand tussen de letters. Dus dan moet je ook een beetje kijken naar welke doelgroep je hebt. Bijvoorbeeld een kinderboek is allemaal best wel speels en grote letters. Maar bijvoorbeeld in een krant is allemaal best wel kleine letters en er wordt heel veel informatie in verteld. Welke lettertypes ken je? Open Sans gebruik ik dan vaak. Je hebt Comic Sans. Een lettertype is ook Helvetica. Geschreven letters. Je hebt ook vaak van die hele grove met zo'n dikke rand. Je kunt het bijvoorbeeld ook dik gedrukt hebben of juist schuin, juist dun.